Goeiedag allemaal. Mijn naam is Romee Huisman. Leuk dat jullie kijken. Ik ben omgevingsmanager bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. En vandaag ben ik met mijn collega Renze Heidsma. Misschien kan je je even voorstellen. Ja, Renze Heidsma, omgevingsmanager namens Touw Friso Civiel, de opdrachtnemer. En wij staan vandaag in Schardam bij het project Kunstwerken. Misschien hebben jullie al eens eerder de vlog gezien. En wij staan niet zomaar in Schardam, want daar wordt, 3 sluizen worden daar versterkt. Naast 2 andere sluizen. Renze kan daar vast wat meer over vertellen. Ja, vanuit waterveiligheid in Noord-Holland zijn we op 5 plekken bezig om sluizen te versterken. Als er hoogwater en storm is op een Markermeer, is het niet zeker dat deze sluizen het hoogwater keren. Dus daarom maken we ze waterveilig. We staan nu in Schardam en we zijn specifiek volgens mij op locatie bij de Zuidersluis. Want ik heb vernomen dat we niet alleen kijken naar de waterveiligheid, maar dat we ook aandacht hebben voor andere aspecten, zoals cultuurhistorie. Volgens mij is er vandaag een onderzoek aan de slag en aan de gang. Renze, jij weet er misschien ook wel meer over, maar misschien zijn er ook wel specialisten vandaag op locatie die ons wat meer kunnen vertellen. Heel kort, we hebben bij de vorige inspectie ontdekt dat in deze sluis steenhouwerskeurmerken aanwezig zijn. Dat is een merkteken die aanduidt uit welk jaar, welke tijd die steen komt. Er werd gedacht dat deze sluis uit het jaar 1700, 1738 kwam. Alleen die steenhouwerskeurmerken waren van het jaar 1500. Dus er zijn nu heel veel specialisten op locatie om te kijken hoe het nou precies zit. Nou, volgens mij moeten we gewoon gaan kijken en laten we de bouwplaats opgaan. We hebben onze jassen aan, dus let's go zou ik zeggen. Nou, ik ben hier aangekomen bij de Zuidersluis en er zijn een aantal specialisten op locatie die ons vast meer kunnen vertellen over het vervolgonderzoek bij de Zuidersluis. Het was denk ik 1,5 jaar geleden dat we hier stonden, Rutger Polderman, die jullie zo zullen spreken, en ik. En dat de sluis droog stond en dat we naar beneden liepen. Rutger is bouwhistoricus, dus je had onmiddellijk in de gaten van hey, er zitten op die mooie blokken zandsteen onder de waterlijn zitten allemaal bijzondere merken. En het zijn een soort signaturen van de steenhouwer. Nu stond hij weer droog, dus Rutger en ik hadden zoiets van die kans moeten we grijpen om hier met een groep experts te gaan kijken. En dat is nu gelukt, dus ik ben ontzettend blij. Volgens mij kan Rutger vast wat meer vertellen ook over het vervolgonderzoek en wat ze nou vandaag misschien nog ontdekt hebben. Ja, we hebben uitgebreid rondgekeken met een enorm team van allemaal deskundigen. Archeologen, bouwhistorici vanuit de Rijksdienst, gemeente, provincie, waterschap of Hoogheemraadschap. Het is altijd leuk om zoveel expertise bij elkaar te halen, omdat een oud bouwwerk als dit heeft zoveel geschiedenis. Dat het moet je vanuit allerlei invalshoeken dan in beeld brengen. De constatering eigenlijk is dat deze sluis echt wel veel ouder is dan iedereen altijd gedacht heeft. Nou, alle sporen die er nu aanwezig zijn wijzen erop dat de kern van deze sluis toch uit zo het einde van de 15e eeuw moet dateren. En nou, dat is een bijzondere vondst, want daarmee is dit een van de oudste sluizen in Nederland eigenlijk zelfs. Super gaaf om vandaag bij de Zuidersluis en bij het vervolgonderzoek aanwezig te zijn geweest. En ook te horen dat dit dus een van de oudste sluizen is van Nederland. Mooi om te zien dat we hier dus in het gebied meerwaarde kunnen creëren. En dus ook kijken naast de waterveiligheid naar ook de monumentale waarde van deze sluizen. Mocht je meer willen weten over dit project, over het project van de versterking van de 7 sluizen, kijk dan ook vooral op onze website. En dan zou ik zeggen, dit is het einde van de vlog en tot een volgende vlog weer.